Yo mis, Jurassic hier, welkom bij weer een nieuwe Party Games Live hier op mijn kanaal Jurassic Game. Zoals ik al zei, gaan we vandaag Sharpshooter spelen op map Cargo. We staan vandaag natuurlijk weer aangebroken bij een nieuwe aflevering. Welke aflevering we ondertussen zitten, dat weet ik zelf ook niet meer. Maar ik weet dat we bij een hoge aflevering zijn aangekomen. Dus we gaan vandaag eventjes proberen een goede score neer te gaan zetten in dit Sharpshooter game. In Sharpshooter als het gewoon geluk hebben dat je de chille wapens krijgt. Dus nu beginnen we met de Remington met twee dingen erop. Ik denk Long Barrel en... nog iets. Wat staat er allemaal op? Nou, er staan twee dingen op, maar ik weet niet welke twee dingen. Dat boeit ook niet heel veel. Als we maar gewoon die enemies kunnen gaan killen. Daar is de eerste. We gaan natuurlijk gewoon proberen die dubbel score te halen. En de Remington vind ik altijd een irritant wapentje. Want ik weet nooit hoe ver dit ding nou precies kan schieten. Dus ik probeer altijd lange afstanden te schieten. Maar dan krijg jij opeens een hitmarker. En dan komt het ventje net 20 centimeter dichterbij. En dan krijgt hij geen hitmarker. En dan ben jij dus gewoon in één keer dood. Dat vind ik het irritant aan die Remington. En ik vind het helemaal irritant als ik achter iemand aanloop. En dan blijft maar gewoon doorrennen. Achter je, maat. Ik schiet wel even hier. Achter je, draai je om. Ah, wat een lul alles. Als hij nou gewoon op zijn minimap kijkt, dan weet hij precies dat ik hier loop. Maar dit vind ik gewoon zo schijt irritant als mensen niet op een minimap kijken. En holy fucking hell. Ga gewoon even in één keer dood. Zitten er hier ook echt twee. Oh, die zit daar te campen. Oh, wat een campertje, jongen. Die gaat daar het hele potje zitten. Dus laat hem ook maar lekker zitten. Als niemand op hem af gaat rennen, dan kan hij natuurlijk ook geen kills maken. Dus we blijven hem daar gewoon lekker zitten. In zijn mooie hoekje achter zijn bankie. Je kan hem backriepen als je via het raampje naar binnen komt. Maar ja, dat werkt natuurlijk ook niet altijd even goed. Als je dan binnenkomt lopen en hij draait zich net om, dan ben je alsnog de lul. Dus. Het is gewoon even irritant dat hij daar gaat lopen campen. Maar daar kan je niks aan doen. We kunnen wel iets aan doen om dit potje gewoon tot een goed einde te gaan brengen. Als die enemies niet een beetje raar gaan spelen. Want dat doen ze op het moment wel. Ze spelen nog niet echt zoals ik gewend ben van enemies als ze spelen. Dus ik moet even goed gaan opletten. Ik blijf gewoon net op die minimap checken. En te kijken of er iemand in mijn rug komt. Of er iemand weer naast me spant. Dat is natuurlijk ook altijd een sharpshooter. Spannen ze gewoon in één keer naast je. Ik blijf er altijd op letten. En ze kijken niet op een minimap. Ze zien dat ik hier loop. Draai eens om dan. Hallo Hannes, draai je om, ik loop hier. Hij draait zich niet om, kut, zo krijgen we een RPG ook echt. Waarom nou weer een RPG, ik zit bijna bij mijn double points. Krijgen we dat kut ding, oh lekker dan, double kill. We hadden nog wel onze double points, staan we op het moment wel tweede. Nu staan we gedeeltelijk op de eerste plek. Die kwam echt recht tegen zijn benen aan, die vent. Die had het nooit ook kunnen overleven. Eigenlijk moeten zijn benen nog gewoon in één keer afknallen of zo. Als het een beetje een realistisch spel was. Dan knapt het hele lichaam van hem uit elkaar. Maar natuurlijk is het nog steeds Call of Duty hier, dus het is nog steeds niet echt realistisch. Genoeg. En jij schiet tegen een auto aan, maat. Dat gaat ook niet werken als je er tegenaan schiet. Mooi niet, jongen. We moeten echt gewoon op de UAV blijven letten. Want ik heb geen zin om dit potje te gaan verliezen van die camper die daarboven zit. Dus volgens mij is dat die persoon die eerst er staat. Lekker dan. Double points. Nog eventjes wachten tot de volgende wapenje er komt. Kut, ik span hier naast iemand. Kijk je op je UAV of niet? Dat doet hij dus niet. S12. Die vent die staat hier beneden. Deze is naar beneden gesprongen. Oh, kut. Komt hij aan die kant? Oh, ik had verwacht dat hij aan de andere kant kwam. Dat is gewoon goed opletten op je UAV. Ik kijk nu naar mijn UAV en tegelijkertijd naar die ambulance. Om te kijken welke kant die komt. Want die UAV komt natuurlijk maar om de 5 seconden sweepend over die map heen. En in die 5 seconden kunnen mensen zich omdraaien en via een andere kant komen. Dus daar moet je altijd goed op letten. Tot nu toe gaan we wel lekker. We zijn gewoon een bepaalde kant van de map aan het domineren. Dat moet je altijd doen in party games. In free vooral ook. Gewoon in game modes waar jij de enige persoon bent in je eigen team, zeg maar. Dus één persoon tegen de rest. Dus free for all, net zoals in sharpshooter en gun game, et cetera ook. Moet je altijd gewoon één plek van de map domineren. Want dan kan je de meeste enemies killen. Dan kom je ook de meeste enemies tegen. Dus ik blijf hier gewoon de hele tijd heen en weer lopen. Ik hoop dat de enemies gewoon op me af blijven rennen. Want op het moment dat ze gewoon op je af blijven rennen, dan kan je ook steeds opnieuw blijven killen. En dat wil je natuurlijk gewoon hebben. Zoveel mogelijk kills wil je maken. Het gaat alleen lukken als die enemies ook op jou afkomen rennen. En jij ook nog een beetje op die enemies af blijft rennen. Dus gewoon, het moet een beetje van allebei de kanten komen. Kut, komt er één in mijn rug. Even blijven opletten, maat. Deze gaat volgens mij weer door die container heen. Ja hoor, daar komt die. Die let ook niet zo goed op. Deze vent die let wel op, maar die draait opeens mijn rug naar ze toe. Die let alsnog niet op, want hij wist dat ik daar stond te headglitchen. Als je de map uit je hoofd kent, dan had hij geweten dat ik daar stond te headglitchen. Dus dat is ook gewoon een leerdingetje. Gewoon al die map uit je kop kennen. En gewoon al die headglitch spotjes, et cetera, helemaal leren. En als je dat eenmaal weet, dan weet je dus meteen dat ik daar stond te headglitchen. Deze persoon die wist dat eventjes niet. Dat hij de map nog niet helemaal uit zijn kop kende. En niet mijn bek riepen, jongen. Oh, helemaal daar in de verte. Ik zie hem staan, maar er komt er ook nog een in mijn rug. Dus die wil ik eigenlijk eerst even killen. En dan wil ik die nu in de verte gaan killen, want die staat er nog. Eerst even reloaden. En hij stond daar bij die auto. Wacht maar. Ik pak eerst weer deze, want ze spannen natuurlijk gewoon in je rug. Ze altijd goed blijven opletten als je lange afstanden wil schieten. Ze kunnen gewoon in één keer in je rug komen. En dan ben je dus alsnog gewoon de lul. Migrating host, bye bye jongen. We zijn die spans echt super goed aan het controleren op het moment. Volgens mij hebben we echt een 18 gun streak of zo met de wapentjes die we hebben gekregen. Dus tot nu toe gaan we best wel beest. We hebben volgens mij nog 1 minuutje over volgens mij. Ik zag hem net op 1 minuut 40 staan. Maar hoeveel die nu staat, dat weet ik niet. Kom maar op, jongens. Is een nieuwe host gekomen, dat ben ik. Hoeveel tijd hebben we nog? 1 minuut 12 hebben we nog. Oké. Zit er meteen eentje in mijn rug. Even start indrukken, dan weet je waar ze staan. Van UAV kom. Oké, staat er eentje links van me. Dan pakken we die eerst. Als die blaft. Dan moeten we nu weer even goed gaan opletten. Want er is daar weer eentje gespand op de plek waar ik deed dat stond.
Dus even kijken waar die gaat komen. Die staat daar gewoon AFK volgens mij. Of hij springt van de map af. Lekker slim, jongen. Lekker goed bezig. Hij zag al dat ik op me af kwam rennen. Springt hij opeens van de map af. Wat is dat nou weer voor tactiek? Hij dacht ook, ja, Jan, je krijgt geen kill meer van me. Ik spring van de map af. Oké, jongen. Later. En er zit nu iemand doorheen te schreeuwen. Wacht even. Klik. Doei. Zo schijt irritant. Dan praat ze tegen niemand. En dan praat ze bijvoorbeeld tegen hun moeder of zo. Alleen alsnog praat ze er dan wel doorheen. En dan word jij weer afgeleid. 20 kills streak. Gaat lekker, man, dit. Jammer genoeg is het potje bijna afgelopen. Dus kan ik mijn nucleair toch niet meer halen. Maar die SMR is ook een beetje een rotwapen. Die blokkeert heel vaak. Als je te snel op je triggertje drukt. Alsjeblieft. Volgens mij hebben we gewoon bijna die nucleair binnen, man. Volgens mij zitten we nu bijna op 25. Nog even doorgaan dan. Daar kan ik niet doorheen schieten. Want ik heb Sinus er op mijn wapen staan. Kom jij eens hierheen? Ik wil nog een kill. Ah, jammer is dat. Ik ging nu ietsje te snel op hem afrennen. En ik dacht, misschien kan ik dan nog die nuclear aan. Maar natuurlijk, in 20 seconden kan je niet nog 8 kills erbij pakken in sharpshoot. Want de meeste mensen, die proberen ook een beetje van je weg te rennen. En die gaan niet de hele tijd achter je aanrennen. Maar alsnog hebben we gewoon makkelijk nog het potje kunnen winnen. Het begin was een beetje hectisch. Om goed die spans te kunnen gaan controleren. Maar als je eenmaal een bepaalde map heb gecontroleerd en een bepaalde plek van die map heb gecontroleerd, dan wordt het na een tijdje ook gewoon heel erg makkelijk om gewoon streak door te blijven zetten. En zo zie je ook 31-5 is mijn eindscore. Aan het begin waren we 3 keer doodgaan, aan het einde waren we nog 2 keer doodgaan of 1 keer. Ik weet het nog ineens meer, ik ben het hele potje alweer vergeten. Maar bedankt voor het kijken jongens, vergeet hem niet te liken als we weer 1000 likes kunnen halen op deze nieuwe aflevering. Ben ik ontzettend blij en dan komt er binnen 1, 2, 3, 4 of 5 dagen weer een nieuwe aflevering online. Dus tot de volgende keer mensen, bye bye.